En wat is de rol van Dirk Sauer? Want die komt nu plotseling als een soort boef in de media. Ja, vooral zijn zoon ook, maar hij zelf ook inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, Dirk is natuurlijk, die zit er al heel lang. En die is daar binnengelopen. Er is ook een soort oligarch eigenlijk in de media daar. Hij is multimiljonair geworden onder Poetin. Hè, onder Yeltsin en onder Poetin. Nou, als je multimiljonair wordt in Rusland, dan moet je ook natuurlijk met de macht mailen. Je gaat niet, hè, als je tegen de macht verzet, dan kom je in de gevangenis. Of ze gooien je het land uit. Dus Dirk heeft zich altijd moeten plooien natuurlijk. En zijn zoon, die is op een gegeven moment toen Gullit... Tom is dat toch? Hè? Ja, Tom. Ja. Toen Gullit trainer was bij Grozny, Teddy Grozny is dat. Ja. Hè? Toen heeft zijn zoon dus vertaald voor Gullit. En dat Teddy Grozny is van die Kadyrov. En als er nou echt één iemand ziet daar links... Tja. Als iemand de moordenaar is, dan is hij het. Ja. Hij martelt ook en zo. Hè? Dus hij is een verschrikkelijke vent. Dus ik vond het destijds al heel raar dat Gullit dat deed. Dat moet je niet doen, vind ik. Ja, maar Gullit moet wel heel veel financiële problemen hebben gehad... dat hij dat gedaan heeft. Ja, zijn vrouw was zeker bij de Wibra geweest. Hij denkt, nou, dat... dat kost wel. Dat moet hem toch een keer veranderen weer. Ja, ik belde hem, maar ik ben er ook niet... Hij belde mij toen wij hier wat gezegd hadden erover. Ja. Toen belde hij mij. En toen zei hij tegen mij, jij moet toch weten waarom ik hier zit? Maar ik heb niet gevraagd, hoezo dan? Maar dat was waarschijnlijk vanwege de financiën, omdat hij dat nodig had. Ja, dat denk ik, ja. Want hij dan had hij toch ook wat anders kunnen kiezen, lijkt mij, in plaats van deze gangster. Hè? Ja. Maar dat was het, er was niet veel alternatieven. En hij noemde zichzelf altijd de wandelende pindautomaat, toch? Want zijn vrouw die... In alle breedte, kijk, Dick Advocaten is het liefste mannetje ter wereld. Maakt ook verkeerde keuzes. En wordt dan boos als hij in een slecht hotel gehuisvest wordt. En dan wordt hij principieel en dan neemt hij ontslag. Ja. Ja, goed. Ja. Hij heeft natuurlijk wel voor organisaties gewerkt die inderdaad... Ja, dat kun je wel stellen, ja. Maar, Guus Hiddink, Bert van Marwijk... Ja. Het maakt ze allemaal niks uit. Overal waar geld te halen is, gaan ze gewoon. Bert is gestopt trouwens, hè? Ja. Ja. Ik dacht dat hij al gestopt was. Ja, dat dacht ik ook, maar hij was nog wel bezig, ja. Maar goed, het geeft wel aan. Wat is dan de grens? Wanneer, ik bedoel, ik begrijp dat heel veel mensen heel boos zijn nu. Olaf Koens had geroepen dat hij eerst dat geld wat hij verdiend heeft... dat bloedgeld maar inleveren bij 555. Ja, hoe kan Jinek dat soort mensen aan tafel nemen? Dat soort teksten krijg je nu allemaal. Wat is jouw opvatting daarover dan? Nou, ik vind het wel problematisch. Kijk, Dirk heeft destijds wel een hele mooie portefeuille opgebouwd. Ja? De Moscow Times was echt een hele mooie Engelstalige krant daar... waar hele jonge journalisten aan de slag konden. En dat was echt een soort laboratorium voor goede journalistiek. Heel veel aantal van die mensen ook heel goed terechtgekomen later. Dus je kunt niet zeggen dat Dirk propaganda publiceerde of zo. Nee, hij probeerde echt journalistiek te bedrijven. Maar ja, hij is er wel heel erg rijk mee geworden. Dus hij heeft ook al die oligarchen leren kennen en zo. En ja, god, daar heb je dan contact mee. Maar dat vind ik niet geen probleem. Maar het is misschien wel een probleem, maar ik weet niet precies hoe het gegaan is... als je dan voor zo'n Kadyrov, zoals zijn zoon dan heeft gedaan, gaat werken. Want dan werk je dus gewoon voor een criminele organisatie. Ja. Dus dat zou je kunnen zeggen. Ja, maar al die morele verontwaardigingen en zo, dat vind ik ook een beetje overdreven.